Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag hebben we een paar ruiterstruggles voor jullie. Er zijn namelijk een aantal dingen die ons ontzettend irriteren, die wij graag met jullie willen delen. Want de frustraties lopen nogal hoog op soms. Heel hoog. Nummer 1. Geen stoel bij het opstappen. Ja. Je wil super gaan opstappen, alleen de stoel is in één keer plotseling verdwenen. Dan denk je, hoe zou ik eerst gaan opstappen? Weet je nog, toen met die buitenrit? Kijk, ik moest afstappen op buitenrit en toen wou ik er weer op gaan zitten. En toen kwam ik dus niet op Contessa, want daar heb je geen stoeltje. Fietst een oude meneer langs en die meneer zegt, als je op bent, dan snap ik het wel. Maar je bent nu gewoon nog... Je bent nog een jonge mokkel of zo, weet ik veel wat hij zei. Ja, nou, hij bedoelde dus dat hij, als hij oud bent, dan snapt hij dat hij niet opkomt. Maar omdat Nienke zo jong is... Mijn paard is 1,80, jongens! Dat was echt heel lullig. Maar ja, dus je zit te denken van, ja, wat ga ik gebruiken om op dit paard te stappen? Dus dan gebruik ik het hek maar. Maar ja, die stoel is nog steeds weg. Die blijft echt 3 weken weg of zo. Ja. Struggle nummer 1. Oké, nummer 2. Als in de klas maar één keer het woord paard genoemd, kijkt iedereen naar jou. Jij bent meteen de paardenmeid. Oh, jij weet het toch wel, want jij hebt een paard. Oh, Nienke, jij hebt toch een paard? Kun jij het vertellen? Oh, Nienke, ga je weer paard rijden? Altijd, jongens, altijd. Nummer 3. Laars vergeten aan te trekken. Je wil net op je paard stappen en dan kom je erachter dat je geen laars aan hebt. Moet je weer af, moet je je paard weer ergens neerzetten. Oh, dat kan gewoon niet, jongens. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get... Ja, vertel maar. Jongens, ik heb ook nog een struggle, hè. Ik vergeet al mijn elastiekjes en dan moet ik die paarden elastiekjes in met de knappen en dan mijn haar los en ik kan niet onder die cap. Ik krijg helemaal zo'n paardenhaar. Dat gaat niet goed. Ik, ja. Doei. Doei. Duidelijk. Nummer 4. Als je op een verjaardag bent en al je ooms en tantes zijn er, het eerste wat er gevraagd wordt is, hey, hoe is het met je paard? Ja, heel slecht eigenlijk. Hij gaat bijna dood. Waarom dan? Ja, hij is te dik. Rij je nog steeds op die ene manege? Nee, ja, die manege die is al aan plat gesloopt. Die is niet meer. Joh. Ik heb ook nog een leven naast de paard, hoor. Waarom vraag je me daar niet naar? Oh. Ik dacht dat je alleen je paard had, want op Facebook zie ik altijd overal paardenfoto's en niks van je vriendinnen. Weet je, doei. Zo gaat dat dus. Nummer 5. De winter. Het is echt extreem koud, min 10 en je moet naar buiten, naar je paard. Stal schoonmaken, paard moet beweging hebben. Nou, heeft dat paard ook nog eens een wintervacht, dus lijkt er ook nog eens 10 keer zo dik uit. Als je natuurlijk niet scheert. Koude voeten, koude handen, alles koud. Natuurlijk ook dat de bak bevroren is. Hè, je kan weer niet rijden. Verschrikken. Weer niet. Ja, natuurlijk als je een binnenbak hebt, ideaal. Maar je buitenbak is natuurlijk altijd bevroren. Je kan geen buiten te maken, je kan in de buitenbak. Waar moet je je paard dan nog beweging geven als je je kans krijgt? Nummer 6. Wat me nog meer gigantisch irriteert, is mensen die de hindernis in de bak laten staan. Ik spring bijna nooit, dus ik wil gewoon graag dressuur kunnen oefenen. En dan wil ik kunnen wijken, dan wil ik rare voltes kunnen galopperen. En als er dan een heel parcours in de bak staat, kan ik helemaal niks. Ik vind het echt heel irritant. Nummer 7. Poep in de bak. Ja. Zit je in de bak 's avonds, ligt er nog poep in de bak van iemand anders. Een regel bij stal is, haal je poep uit de bak, je eigen poep. Maar ja, er is natuurlijk altijd wel iemand die het niet heeft gedaan. En dan moet jij het maar weer oplossen voor diegene. Is echt reeds irritant. Nummer 8. 8. Niet paardenmensen die aan jou vragen. Hey, ga je naar de paardenmanege? Hoezo paardenmanege? Een manege is met paarden. Het woord paardenmanege klopt niet eens, jongens. Paardenmanege. Manege. 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 Paarden. Manege paarden. Waarom paarden? Waarom paarden en manege aan elkaar? Paardenmanege. Kutwoord. Kutwoord. Nummer 9. De zomer. Je hebt het zo ontzettend warm. Je loopt te hijgen op de stal met een lange broek aan en je moet gaan paardrijden. Op zo'n moment denk je, zou ik gaan rijden met een korte broek of met een lange broek? Of niet gaan rijden? Of niet natuurlijk.
Maar natuurlijk met een paard heb je weer beweging nodig. Dus je moet wel iets doen. Kom je daar met je lange broek, moet je ook nog eens rijden. De bak is een ontzettend grote woestijn van zand. Oh ja. Ook nog eens een hittebron van allerlei beesten die erin lopen. Nou, dat waren dus onze struggles. Als je het herkent of als je nou nog maar een struggle erbij hebt, zet het even onder in de reacties. En dan bedankt voor het kijken tot de volgende video. Doeg! Oh ja, tussendoor. Vergeet even niet te abonneren. Weet je en wel. Dat belletje aan te klikken, zodat jullie een melding krijgen als wij iedere keer een nieuwe video uploaden. Ja, die is goed. We hebben nog een nieuwtje. Ons nieuwe uploadschema wordt om 3 uur. 11 uur is voor ons eigenlijk een beetje vroeg. Dus als we nou bijvoorbeeld een video laat af hebben, kunnen we hem dan overdag nog afmaken. Dat is dus vaak kans op een video. Ja. Dus elke dinsdag en zaterdag om 3 uur een nieuwe video. En soms tussendoor op donderdag om 3 uur. En dan bedankt voor het kijken. Dat tot heb ik al gezegd. Tot de volgende keer. Doei!